Goedemiddag Thomas. Ja, Thomas Pillen ben jij. Wel, laten we even een heel kort voorstel rondje doen met ons tweeën. Oké, okay. Ja, Thomas Pillen, roeien bij Roeivereniging Honten. Daar zitten we nu ook. Daar zitten we. En ben ook een beetje betrokken bij het Abdijbier Festival, wat binnenkort weer is. Ja, klopt. Ja, Thomas. En, maar ik kom hier natuurlijk niet voor niks. Er is hier volgende week een evenement bij de Honten. En, klopt. Dat is voor de Kika en dat heeft te maken met bier, dus vertel eens. Ja, wij als roeivereniging hebben we een boot op bezoek, de 22e. En die is op dit moment bezig met een roeitocht door heel Nederland. Een roeitocht ook echt? Ja, een roeitocht. Dus we roeien echt van heel Nederland door, van alle roeiverenigingen door. En de 22e komen ze bij ons aan. Dat is de eerste paasdag? Tweede paasdag. Oh, tweede paasdag, ja tuurlijk. Ja, tweede paasdag. En dan zijn ze hier tussen 2 en 4 komen ze aan. En willen wij een groot spektakel organiseren om zoveel mogelijk aandacht voor dat goede doel te trekken. Want Kika heeft Kika Row als project opgericht en willen zoveel mogelijk geld ophalen om zoveel mogelijk geld voor een studie naar de latere gevolgen van kinderkanker te kunnen bekostigen. En daar gaan jullie ook met man en macht ook met boten in de weer? Wat, Ja, we willen met zoveel mogelijk boten vanaf Veren aankomen hier in Middelburg. Niet alleen wij, maar ook de sloepverroeiverenigingen doen mee. De Zeeuwse Deernen, precies, doen ook mee. En we proberen eigenlijk zoveel mogelijk reuring op dat water te krijgen. De 22e is er een beetje wat optreedt. We gaan zorgen voor een lekkere maaltijd. Die mosselen zag ik al ergens op een bord. Mosselen met friet kan je kopen. En we hebben als gimmick hebben we een bier gemaakt. We zijn de Stadsbrouwerij en Baardaap. En ikzelf hebben een bier gemaakt. Voor de Buiken heet het. Nou, laat eens zien, houd er eens een. Wat voor de Buiken, dat vind ik wel. Heb ook zelf wel een beetje buikje. Ik ook, gelukkig. Maar dat, waar verwijst dat naar dan? Die buik? Voor de Buiken, dat is een kreet, dat is een instructie die roeiteams krijgen voordat je de boot het water in legt. Dit is eigenlijk een bier gemaakt voor na het roeien, voor na het stevige werk. Als je flink bezweet hier op het vlot aankomt in de zon, kan je nog even genieten van een mooi biertje. Voor de Buiken is dat biertje. En die hebben jullie met z'n drieën samen gebrouwen, dus jij samen met Baard, Aap en Jacco? Jacco heeft de Stadsbrouwerij hebben alle ingrediënten gesponsord, alle materiaal. Baard, Aap heeft ons geholpen om te brouwen. Dus niet alleen Baard, Aap, maar ook hobbybrouwerij Stekelstruik moet ik daarbij... Stekelstruik, ja, prachtig. Moet ik daarbij even melden. We hebben samen eigenlijk een paar dagen lang zijn we bezig geweest met bieren voor elkaar. Is de zwaar bier een pils? Is het een... Het is een stevige saison. Een stevige saison aan de hand. Ja, dus het is 8,8%. Oh, dat is behoorlijk stevig. Een flinke jongen. Dus je moet er niet veel te van drinken. Maar hier op het mooiste terras van Middelburg, zeggen we als roeivereniging altijd. Ja, is het goed drinken. En vooral als je hard gewerkt hebt, is het hele droge van seizoen is fantastisch. Nou, en ik ken ook aardig wat jongens die met die app in de weer zijn untapped. Ja. Dus ik ga die sowieso al besturen, dan heb je daar al een. Ja, precies. Ik laat je voor, maar ik kan je ook graag leren, die zijn meestal niet weg naar één zo'n glas. Dus precies, dat is alleen maar goed. Ja. Nog andere dingen te melden over het feest maandag? Iedereen wees welkom. Het is gratis, toch? De 22 gratis toegang. En alles wat je kan kopen is als donatie voor het Dus het is ook nuttig en het aangename. Nou, en als jullie dit weer hebben, wordt het fantastisch aan de avond. Volgens mij wordt het fantastisch weer. Nou, komt helemaal goed. Dankjewel voor je toelichting en veel plezier die middag. Ik kom ook nog wel even denken. Dankjewel, leuk.